die gyrocopter wel nog een €250.000 kostte. Maar het Scholz kon een kijkje nemen. Stel, u woont en werkt in Vlaanderen en u bent die ellende daar beneden meer dan beu. Dan bent u niet alleen, maar dan is het ook tijd voor een bescheiden vreugdesprong. Komt er na 100 jaar proberen eindelijk een vliegende auto echt op de markt? Met dit stuk techniek zijn we alleszins weer wat dichterbij. Een vliegtuig heeft een heel hoog zwaartepunt. En dat is op de weg niet stabiel. En dat is de reden waarom 100 jaar al vliegende auto's niet gelukt is. En in Nederland is er een techniek ontwikkeld, de Carver, waarmee dat wel kan. Dus dat kantelen wat wij doen, is de manier waarop wij eigenlijk dat vliegtuig stabiel houden op de weg. Ja, en dat is de wereldinnovatie achter deze vliegende auto. Nou, we hebben hem nu gebouwd, want toen wij in 2006 startten was dat alleen maar een idee en tekeningen. Nu hebben we hem gebouwd en daarmee bewijzen we dus, ja, hij kan. En zeker zo belangrijk, hij mag. Want we bouwen hem binnen bestaande Europese regelgeving. Dus als hij er straks is en we voldoen aan die regelgeving, en dat moeten we dus aantonen, nou, dat tonen we grotendeels aan met het prototype, dan mag hij ook gewoon gebruikt worden. Een gyrocopter is iets heel anders dan een helikopter. Een gyrocopter heeft een propeller aan de achterkant en kun je hier misschien even zien, een rotor daar aan de bovenkant. En het mooie aan een gyrocopter is, die rotor, die is niet aangedreven. Dus zelfs als die propeller ermee stopt, dan is die rotor eigenlijk je parachute eigenlijk. Dus je landt altijd nog met een veilige snelheid. En dat mag gebeuren op, ja, op 10 meter hoogte, op 1000 meter hoogte, zelfs op 4000 meter hoogte, dan land je nog steeds veilig. En dat maakt hem veel veiliger dan een standaard helikopter en maakt hem ook veel makkelijker om te leren. Dat leren doe je toch best even in de simulator. Onze pogingen laten we wijselijk buiten beeld, maar de man die het ding heeft ontworpen laat inderdaad zien dat een defecte motor niet noodzakelijk een trauma oplevert. Als ik de motor afzet, ja, dan gaat hij rustig in een daalvlucht over. Dan kun je hier bijvoorbeeld een weiland uitkiezen. En daar kun je hem neerzetten. Je hebt weiland nodig van over 100 meter. En daarin kun je hem perfect neerzetten. Dat is iets wat veel mensen misschien gerust zal stellen, dat ze niet zomaar uit de lucht kunnen vallen. Ja, zeker. Ja. Geef toe, klinkt geweldig. Een opleiding van niet meer dan 40 uur en u kan wuiven naar de mensen beneden. Maar misschien toch even dit. Wat als ook uw buurman en pakweg uw hele straat plotseling de lucht in wil? Als het echt drukker wordt, ja, dan moet je wat meer af gaan spreken, want nu mag je gewoon vrij vliegen in de luchtlaag die heet Uncontrolled Airspace. De naam zegt het al. Maar als je op termijn daar heel veel gebruikers krijgt, dan moet je met elkaar afspreken bijvoorbeeld van nou, Oost-West vliegen we op 400 meter en Noord-Zuid vliegen we op 600 meter. Dan kom je elkaar niet tegen. In de States zijn ze ook serieus bezig met de vliegmobiel, al verschilt het model wel een beetje van dat van de Nederlanders. Maar in welke vorm dan ook, na al die jaren zou het idee wel eens stevig en voorgoed van de grond kunnen komen. Wanneer ligt die in de winkel? Ja, 2014 verwachten wij de eerste uit te leveren. En begin volgend jaar gaan we de voorinschrijving starten. We hebben echt, we hebben al 4 jaar lang dagelijks mensen die hem willen kopen. Maar de vraag zal in het begin groter zijn dan het aanbod. Veel en veel groter, ja. Klanten uit Zuid-Afrika, maar ook uit Peru of Colombia of zo. Daar hebben we heel veel dealers die ons zeggen van ja, mensen die hier bang zijn voor kidnappen, die willen zo'n apparaat hebben. Want je bent veel onvoorspelbaarder. Je kan ergens landen inklappen weg, dus je hoeft geen vervoer te regelen. Dus het geeft safety voor mensen in dit soort landen. En dat zijn natuurlijk juist de mensen die het geld hebben om zo'n voertuig te kopen. Dat drijft ook medewerkers bij ons. Wij hebben medewerkers die werken hier omdat ze iets hebben. Wij gaan een historie schrijven. Ik moet daarbij horen. En dan komen jullie binnenkort allemaal met zo'n ding werken. Ja, ja. Dan vliegen ze in en dan is dat het visiteplaatje in de toekomst. Ja, absoluut. Ja, toch maar wachten of dit ooit aanslaat. Ter zake nieuwsoverzicht dan. Er is alweer een nieuw en ernstig geval van...